Er was grote onrust over de toekomst van de fabriek en in Luik bij ArcelorMittal moet een onderhandelaar aan de slag. Daar verdwijnen wellicht 2000 banen. Is de industrie in ons land ten dode opgeschreven of hebben de vakbonden gelijk om niet zomaar alles te pikken? Annelies Bek. Business as usual vandaag, maar schijn bedriegt. De industrie in ons land staat onder druk. ArcelorMittal bijvoorbeeld, de staalreus in Luik. De onderhandelingen over de herstructureringen sprongen dit weekend af. Concreet gaat het over de afwikkeling van 800 ontslagen bij de warme lijn vorig jaar. Geen overleg meer en dus stelt ArcelorMittal nu ook meteen de investering in de koude lijn in vraag. Dat zou betekenen dat nog eens 2000 jobs bedreigd zijn. C'est un peu la pratique du groupe aujourd'hui de toujours venir avec des menaces dans les négociations. C'est sûr que ce n'est pas agréable. Maintenant, ça devient, comme c'est un peu habituel, bah aussi fait. Quoi. Voilà. Mais ce n'est pas pour ça que nous changeons notre manière de travailler. Nous voulons négocier. Donc c'est au prolétaire négocier, c'est un consensus de part et d'autre. En dan is er Fort Genk. Daar heerst onzekerheid over de plannen van Detroit met Fort Europa en dus met Fort Genk. Veel hangt af van of en wanneer de nieuwe Fort Mondeo wordt geproduceerd. Bovendien leed Fort Europa dit jaar rond $1 miljard verlies. Iedereen weet dat het bedrijf dat wil oplossen, maar hoe en ten koste van welke plant is nog lang niet duidelijk. De echo van 2003 galmt nog na. Toen bleven beloofde investeringen uit en 3000 werknemers werden ontslagen. Op dit moment heeft men ons nodig voor de Mondeo te maken. Als je dan bepaalde indicaties in lijn zet, dan ben ik bevreesd dat wij op termijn een fabriek zijn om dood te bloeden. Het was alle hens aan dek. Vakbonden en politici vormden front en met succes. Je weet dat een cyclus van een nieuw model toch om en bij de 6 jaar is. Ja, dan kun je zelfs het rekeningsje maken waar we dan, wanneer we dan terug gaan discussiëren over nieuwe investeringen en nieuw model. En dan zitten we ergens in de jaren 2012, 2013. 2012, 2013. Dat is nu dus. De belangen van de arbeider of de toekomst van de industrie. Peter Mertens, PvdA-voorzitter en lijsttrekker in Antwerpen, gaat in debat met Jolie Beer, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse werkgevers FOCA. Ja, meneer Libeer, we hoorden net dat Fort Genk wel degelijk de Mondeo zal mogen produceren. Maar daarmee zijn de problemen niet weg, hè, denk ik. Nu, ik ga me niet uitspreken over het specifieke geval Fort Genk. Maar je stelt toch vast dat het industriële weefsel in volle mutatie is. En daar zijn een aantal verklaringen voor. De belangrijkste, denk ik, zijn tweerlei. De eerste is dat bedrijven gaan waar hun markten zitten. En je kan er niet omheen dat de groeimarkten niet meer in de straal van deze streek zitten. En het tweede is dat ondernemingen met elkaar concurreren. En dat we toch moeten vaststellen dat zowel op prijs of soms ook op kwaliteit, dat we niet waarschijnlijk in de hoogste liga spelen op dit moment. En dus het kostprijsaspect is een belangrijk aspect in beslissingen van bedrijven. Ja, Peter Mertens, als ik dit vrij vertaal. We kunnen dit eigenlijk in onze contraille op deze manier niet meer trekken. Hè? Een van de uitgangspunten van de vragen daarnet in de reportage was, hebben de vakbonden gelijk om niet alles zomaar te pikken? Ik denk absoluut dat ze gelijk hebben, want als je bekijkt, de taart die groeit nog altijd de afgelopen jaren. Maar die taart die wordt steeds ongelijker verdeeld. Dus het aandeel van de lonen in die taart dat daalt stevast. En het aandeel van de winsten stijgt. Er is een studie geweest van de Universiteit Leuven die zegt dat het aandeel van de lonen is van 74% naar 64% gegaan voor de Europese landen, de kernlanden. Ja. En het aandeel van de winsten stijgt steeds maar. Dus er is een punt van enorme winsten. Er is een herverdeling bezig in deze maatschappij waarin dat de geproduceerde rijkdom steeds meer gaat naar een hele kleine laag van de bevolking. Ik zie enige zenuwachtigheid bij meneer Libeer. Het komt eraan om de winsten wat in te krimpen en beter te verdelen. Nu, ik denk dat we feitelijk moeten zijn. Wij weten dat we sinds 2008 als land verarmen. Dus zeggen dat we groeien, denk ik, is geen juist statement. Twee, ik vind het merkwaardig dat we of dat u in een herverdelingslogica zit,
Waar de echte uitdaging gaat, hoe gaan we groei creëren? Dus de discussie is niet hoe gaan we de taart verdelen en bij wie. De echte discussie is hoe gaan we ervoor zorgen dat die taart groter wordt. En daarvoor heb je economie en ondernemingen nodig. Maar daar gaat de discussie natuurlijk niet over. Ja. Het is evident dat we... Meneer Wirtus, maar de discussie is wel, ja, hoe moet dit verder? U kan het zonlicht niet ontkennen. Iedereen dreigt hier weg te trekken als er niks verandert. Ja, maar er is een crisis. Men trekt niet alleen weg naar de groeilanden. Bijvoorbeeld ArcelorMittal heeft in de groeilanden geen enkele vestiging behalve in Brazilië. Dat is een puur crisisverhaal. ArcelorMittal heeft hier de belastingen mee geplunderd. Ze hebben 0 euro belastingen betaald vorig jaar op hun financieel centrum, op hun 1,6 miljard euro winst. En dat betekent dat de overheid minder inkomsten heeft, onder meer minder inkomsten om in onderzoek en ontwikkeling te investeren. En dat is een belangrijke bron voor innovatie en om het industrieel weefsel hier te houden. Europa vraagt van België en van alle landen dat 3% van BBP in onderzoek en ontwikkeling. Al 7 jaar lang halen wij dat niet. We zitten nauwelijks aan 2%. En dat komt omdat de staatskas elk jaar steeds meer belastingen kwijtloopt, omdat er hier een groep mensen de belastingen ontwijken en omdat wij hier een belastingsparadijs zijn. Kijk naar het verhaal van Bernard Arnault, van het luxe imperium van de Chacossen, van Louis Vuitton. Dat is geen industrieel weefsel dat wij naar België aantrekken. Dat is echt de luxe segment. Dat is het financieel kapitalisme. Ja, dat is geen weefsel. Goh. Opnieuw, ik vind het opnieuw een merkwaardige redenering. Zeggen dat bedrijven geen belasting betalen is natuurlijk een loopje nemen met de waarheid. U heeft het hier over vennootschapsbelasting. Mm-hmm. Bedrijven betalen wel parafiscaliteit. Bedrijven betalen wel toegevoegd btw. Bedrijven betalen wel fiscaliteit. Wat is het probleem in dit land? Het probleem in dit land is dat op elk niveau, op elk tarief wat gehanteerd wordt, wij het hoogste tarief in Europa hebben. Theoretisch. En nu komt het natuurlijk. En om enigszins aan dat concurrentienadeel tegemoet te komen om dat op te lossen, worden altijd en veel particuliere uitzonderingsmaatregelen genomen. Dus daarom denk ik dat we naar een grote simplificatie moeten gaan van een aantal zaken. Als u bereid bent om aan uw achterban te zeggen dat 34% vennootschapsbelasting prohibitief is om te ondernemen, dan denk ik dat we steeds sneller gaan doorzien. Maar je ziet het verhaal bij zowel ArcelorMittal, dus zij betalen bijna geen belastingen, bij Bekaert. Onjuist. Nee, op een financieel centrum, 1,6 miljard euro winst vorig jaar. Lees Trends, Tendance op na. Ja. De 500 grootste winstgevende ondernemingen hebben vorig jaar 5,33% belastingen betaald. Okay. Dat zegt Trends, Tendance. Vennootschapsbelasting, u vergeet al de rest. De bedrijven in dit land betalen op hun volledige toegevoegde waarde 47% aan de staat. Dus zeg niet dat bedrijven niet bijdragen aan het gemene best. 47% van alle toegevoegde waarde die gecreëerd wordt, gaat naar de staat. Ja, dit ontkennen is een leugen. Ik wil eventjes uit dit wel eens niet te spel. We weten dat het argument dat steeds terugkomt te hoge loonkosten is in dit land. Meneer Mertens, dit is iets waar we misschien over moeten nadenken. Maar één, de feitelijkheden. Dus de feitelijkheden zijn voor de verschillende industriële takken gaat het over 6-10%, bijvoorbeeld in de automobiel 10% van de kosten. Hè. Dus het gaat over dat aantal. En twee, meer fundamenteel. Wij weten nu toch ook wel na 3 jaar crisis in Europa, dat die landen die bespaard hebben drastisch op lonen, dat de crisis daarmee niet is opgelost. En dat iedereen kan dat ook begrijpen. Want als je de lonen stelselmatig zou verlagen, wie gaat die producten dan nog kopen? Dus je krijgt een overproductiecapaciteit als je overal de lonen gaat verlagen. Dus alleen maar spreken over die lonen en niet spreken over de andere verantwoordelijkheden, dat is een brug te ver. Meneer Liber, ik leg u even voor. Unizo verklaart vandaag ook nog, als er niks gebeurt aan het loonkostenprobleem, dan moeten we resoluut gaan voor langere werkweken en goedkopere overuren. Ik vind het een absoluut terechte denkpiste. Als je ziet dat je competitieve nadelen aan het opbouwen bent en u heeft gelijk, in de totale toegevoegde waarde van een product is de loonkost niet meer dominant. Maar het geldt voor elk land in Europa. Dus het is die relatieve kost die vergelijkbaar is met alle landen die we moeten onder ogen zien. En daar zien we dat we ten opzichte... En de Chinezen interesseren mij niet in termen van loonkost. Wat mij interesseert, kunnen we concurreren met de Duitsers, met de Fransen en met de Nederlanders. En dan zien we dat we structureel achterlopen. En daar zit ons competitief nadeel. We lopen met loonkostenhandicaps achter van 30%. Ja. Dit haal je niet in. In Frankrijk vorige week hoor ik de grote voorman van MEDEF, dus de patroonsorganisatie, zeggen dat Frankrijk een structurele achterstand heeft van 23%. En in elk land heeft men dat verhaal om die lonen te doen drukken. En dus wij zijn...
wie dat er denkt dat een spiraal naar beneden van de lonen, hè, lonen die al gezakt zijn, ja, in de nationale rijkdom, dat dat de oplossing van de crisis is, is ernaast. Want als je een koopkrachtverlaging hebt in ons land of in Europa, dan gaat die crisis zich vergroten. Dat speelt zich al 3 jaar, ja, lang af. En 13 uren werken, zoals de trojka vraagt, om aan de Grieken vandaag, gaat de crisis in Griekenland niet oplossen. Of zoals Unizo vandaag hier in ons land vraagt, okay, om nog eens een uur gratis te gaan werken. Dat gaat de crisis absoluut, okay, niet op, heren, niet mag oplossen. Heren, mag ik jullie dan wel voorleggen wat ik hier hoor? We zitten met een groot concurrentieprobleem. We zitten met een probleem voor de toekomst. Mag ik zeggen, dit is, ja, de naïeve visie versus de economische die aan de alarmbel trekt? Maar de naïeve visie, ik wil dat wel eens weten voor die mensen bij Philips Turnhout die dat nu allemaal boven hun hoofd hebben staan, voor de mensen van Fort Genk die een week lang ongerust zijn geweest, wat er zo naïef is. En wat ik mij afvraag, hè, als er subsidies zijn van de Vlaamse regering, van de federale regering, shiftpremies voor ploegen, reconversiegeld dat naar Fort Genk gaat en zo verder, dat kan allemaal, maar waar zit onze regering, waar zit Chris Peeters, waar zit die roepen om staalharde garanties te eisen voor jobs? Nee. Waarom komen er niet op papier staalharde garanties op jobs? Er is ook een politieke verantwoordelijkheid in deze zaak. Op dat punt ben ik waarschijnlijk ook naïef. Dit is geen prettige dag voor mensen in ArcelorMittal, laat dat duidelijk zijn. Maar ik denk dat we ook een beetje geloof moeten hebben in de wendbaarheid van mensen. Kijk wat er gebeurd is in Renault zoveel jaar geleden. Er was een drama in die streek, zoveel mensen die op straat stonden omdat de fabriek sloot. Maar als je nu ziet dat 97% van die mensen terug aan het werk zijn, dat is essentieel. En dus de wendbaarheid van mensen aanmoedigen en niet zeggen, hier stopt het, hier is het gedaan. En het is niet, tot slot, omdat één grote boom in het bos kraakt, dat de rest van het bos niet meer groeit. En daar moeten we op inzetten. Okay. Nee, maar de bomen in het bos zijn van iedereen. En de bomen in het bos zijn niet van een heel kleine laag speculanten. Want zij verdorren, okay, het bos. Echt waar. Goed, maar dus oproep duidelijk een visie aan twee kanten.